Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Den vaderland getrouwen. Wij houden van voetbal. Daarom maken wij rond het EK deze serie speciaal voor jullie. En natuurlijk voor onszelf. Althans, niet voor Martijn. Die is meer van de hockey. We zetten vraagtekens bij de tradities die we tijdens de Oranjekoorts klakkeloos overnemen. En we onderzoeken in hoeverre je speltechnieken kunt toepassen in het dagelijks leven. Dit is Onze Mannen in Oranje. Wilhelmus, een van de oudste volksliederen in de wereld, maar goed, niemand kent hem. Niemand kent hem, hij is veel te moeilijk, veel te lang. Hey, hoe ver kom je? Twee niet zinnen? Nee. Wilhelmus. Van Sau ben ik van Duitse bloed en dan weet ik het ook niet meer. Misschien weten de mensen op straat het iets beter dan wij. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ik ben even heel erg benieuwd wat jullie mening eigenlijk is van het volkslied. Ja, het is wel, ik weet niet, ik ben ermee opgegroeid. Hebben we een volkslied? Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Dat was een grapje, toch? Mag je over? Nee, ik wist echt niet dat we een volkslied hadden. Nee, maar die ken ik wel echt niet heel goed. Nee, ik ben ook niet zo koningsgezind eigenlijk. Wij zingen altijd maar 2 coupletten van de 13. Ja, maar waarom niet de hele 13? Het duurt te lang, denk ik. Ja, je kan het goed meezingen. Ja? Ja? Oh, doe eens voor. Nee, dat kan ik niet. Huh? Nee. 3, 2, 1. Wilhelmus van Nassau. En dan zegt ze, ik van Duitse bloed. Vaderlandse getrouwe blijf ik tot in den dood. Nog echt 8 coupletten, kom op. Ik weet het echt niet. En de prinsen van Oranje heb ik... Oh, Spanje, fuck, Spanje. Maar deze blijft niet echt in je hoofd zitten. Nee. Hij moet catchier. Ja, ja, dat sowieso. Beetje slang dus ook? Beetje straattaal? Beetje. Beetje niffo, whatsapp, neef, gekke stories schrijven. Nieuwe melodie en een nieuwe sound erop. Mag een beetje uptempo? Mag best uptempo, ja. Ja? Ja. Het is een leuk dansje erbij. Dansje erbij. Gaan we wat mee doen? Gaan we wat mee doen? Na dit grondige onderzoek kunnen we concluderen dat men het wel wat hipper, makkelijker en korter zou willen. Gelukkig hebben we iemand gevonden die ons kan helpen bij het schrijven van een nieuw strijdlied. En daarom zijn we hier bij de studio van Kaza. We gaan het volkslied herschrijven met Big Chossa. Tering trots op jongens. Als jullie dit voor mij hebben geregeld, dank jullie wel. Dus dan kunnen we met jullie input, zeg maar, een nieuw nummer maken. Maar als ik mee mag doen, dat is... Ah nee, echt waar? Mag het? Dat gaat gebeuren. He's back. Oh shit. Kijk eens. Heel pakken. The one and only. Is lekker. Is lekker jongens? Ja toch. Lekker man, lekker man. Zet het in een domme positie. Zet het in een enge positie. Zet het in een rare positie. Oh ja, domme positie. Baby. Hey, wij komen met Wilhelmus opnieuw opnemen. Oké, ja toch. Dat gaan we regelen man. Maar jullie vonden hem al kut. Ja, kut is een groot woord, maar het is een beetje stiffig, een beetje oud. Kan wel iets van. Er zit veel oud-Hollandse, Nederlandse taal in. Precies, ik denk dat we dat ook wel een beetje op kunnen spijzen. Misschien wat straattaalwoordjes links, rechts. Jij gaat de beat maken? Ik ga de beat maken. Oké, nice. Heb je al wat in gedachten? Ja, ik dacht gewoon lekker dansbaar, festival, gewoon draaibaar, gewoon... Dat klinkt als een volkslied. Ik weet niet waar jij op dans, maar... Laten we iets proberen. Let's go man. Volkslied herschrijven is een serieuze taak. Als het ons lukt, is het plan om een petitie te starten zodat het oude lied vervangen wordt. Ja, dit lijkt misschien onmogelijk, maar bij 40.000 handtekeningen moet de Tweede Kamer dit serieus overwegen. Eerst maar eens kijken wat de expert eigenlijk van vindt. Oké, Kaza. Ken jij überhaupt het volkslied uit je hoofd, de tekst? Het eerste couplet ken ik wel, man. Ja? Eerste couplet ken ik wel, ja. Nou, dat scheelt. We hebben het toch nog even voor je uitgeprint. Oké. Weet jij bijvoorbeeld wat Nassau betekent? Volgens mij is dat de familie van Oranje toch of zo, de oude familie. Volgens mij ook. Ik weet het niet. Dat betekent onverveerd trouwens. Onverveerd, dat vraagt me ook af man. Ik denk sowieso dat gewoon al die stiffe woorden eruit moeten man. Het moet gewoon van nu zijn. Ja. Met 2021, mensen moeten zich erin kunnen herkennen. Ja. De jongeren vooral. Moeten we het koningshuis erin betrekken? Zeker, zeker. Ja. Maar we beginnen met Prins Bier.
Ja, toch? Op Prins Wils. Of gewoon Willem-Alexander. Je kan ook gewoon in plaats van Wilhelmus van Nassau, kan je ook Willem-Alexander zeggen. Ja, dat zal Willem van Alexander ook blij mee zijn. Ja, toch? Ja. Precies, Willem van Alexandrië. Allerbelangrijkst is wel het eerste couplet, toch? Ja. Want als ze eenmaal op het veld staan, dan is het eerste couplet is het enige wat je echt meezingt. Ja, wat mensen zingen voor de wedstrijd. Dus daar moet Fitboy Jossa ook op de beat zitten. Ja. Die moet gelijkpakkend zijn. Dus ja. Dit is je moment. En dus heb je. Nou, ik heb er nu al zin in. Laten we beginnen. Joost, pak de leiding. Dit is ook jouw studio, hè? Hard. Ik voel me totaal nutteloos. Dat zijn we ook. Ja, toch? We kunnen niet zoveel. Voegen niks doen. Nee, maar misschien moeten we even naar buiten toe. Laten we de masters even hun werk doen hier achter de beat. En dan gaan wij alvast teksten schrijven. Ja. Want daar zijn we zo goed in. Wij in presentatieteksten, dat kunnen we. Dus dan moeten we ook een nummer kunnen schrijven. Nee. Toch? Boys, succes. Wij gaan even naar buiten. We gaan de andere helft van het nummer regelen. Oké. De tekst. Ja, toch. Ja? Ik ben benieuwd. Ook niet onbelangrijk, toch? Ja, toch? Is cool. Succes. Ja, jullie ook. Hey, we hebben hier natuurlijk het eerste couplet van het volkslied. Wat zou je aanpassen? Wat moet terugkomen? Wat zou je behouden qua essentie en wat niet? De toon. De melodie. Ja, die zijn ze ook aan het maken. Ja. Maar dan moet je dus bepaalde woorden uit de tekst, Wilhelmus van Nassau, Willy me pijpen. Ben ik die Duitser met die moffe kop? Nou. Ja, nu moeten we even wat jonge taal erin gooien. Even kijken, straatwoordenboek.nl. Ja, niffel, pak dat er even bij. Niffel. De niffel van Wilhelmus. Nee, dit gaat niet over Wilhelmus. Jawel, het gaat over zijn neef. Het ging nooit over hem. Die was niet zo trouw. Het ging over zijn neef al die tijd. Fuck. De niffel van Wilhelmus. Ik vind dat je best goed kan zingen. Dankjewel. Wat is een wahet? Wahet is... Wahet, één. Wahet is toch één? Ja. Van wahet citroen. Wahet prins van Oranje. Wahet prins van Oranje. Eén prins van Oranje. Een prins van... Wahet prins Wahet van Oranje. Wahet prins van... en wie hebben we altijd geëerd? Niet den koningen van Spanje, maar... De boys van de hoed heb ik altijd geëerd. De boys in de hoed heb ik altijd geëerd. De boys in de hoed. De boys in de hoed. De boys in de hoed. Heb ik altijd geëerd. Oh my god. Dude. Dus wat is het nu? Het is nu... Wij, als dit doorkomt, wie gaat het aan de Tweede Kamer presenteren? Dit is echt... Oh god. Oh, dit is heel erg. We hebben onszelf weer overgetroffen, jongens. We hebben onszelf zeker overgetroffen. Ja, nou, dit klinkt hartstikke goed, jongens. Ja, man. Voordat we beginnen, zou ik namens de groep even onze excuses willen aanbieden alvast. Want? Het is koud of slecht. Ja? Jij staat hier niet achter. Ik had wel verwacht dat jullie wat serieus hier zouden komen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Niffel van Wilhelmus, ik ben van Visabloed. Mijn vaderland is de shit, ouwe, blijf ik tot ik ben dit. Wahet, prins Pils toch, vrienden, people, brada. De boys in de hoed heb ik altijd geëerd. Oké, heel eerlijk, misschien moeten we hier en daar nog een beetje schakelen. Hier en daar. Ik denk dat het sowieso een goed idee is als we de tekst verdelen over jullie drie. Ja. En dat we gewoon dadelijk nog eventjes een beetje gaan kijken naar de tekst. Maar het was, jullie hebben een leuk beginnetje gemaakt. Oké, wij gaan weer naar buiten. Succes. Na ons geploeter blijkt toch dat we dit klusje niet zonder professionele hulp kunnen fixen. En dus krijgen we een aantal tips van de meester. Ik denk als we het helemaal straattaal doen, dat het misschien een beetje te veel van het goede is. Die eerste zin zou ik gewoon algemeen houden en gewoon Willem-Alexander van maken.
Want dat is de koning van nu. Ja. En dat is de 2021 versie. Ja. Willem-Alexander. Of hij heeft de meeste doekoe. Is ook waar. Dat hou je dat zeker waar, ja. Ja, toch? Den vaderland getrouwen. Alexander moet het oprijmen. Willem-Alexander heeft de meeste doekoe. Hij heeft de meeste doekoe. In Spanje ben ik buitenlander. In Spanje ben ik buitenlander. Ja, de koning van je Spanje, toch? Of zo, Ja, ik vind dat een hele goeie. Ja, nou, nog een stukje uit het originele verse. Ja, toch? Ja. Ik denk dat heel Nederland zich kan niet eens herinneren. Inclusief. Ja, toch? Nou, dan gaan we lekker opnemen. Gaan we even de studio. Ik kan niet wachten. Ja, ik denk dat het beter is gewoon met z'n drieën gewoon iedereen apart doen. Zodat we gewoon iedereen drink kunnen mixen. En dan gaan we gewoon lekker plaat maken, toch? Ja. Sowieso gewoon plaat maken, toch? Succes, Martijn. Ja, dat heb ik nodig. Je hebt geen tekst maar nodig, hè? Nee. Ik doe het hem ook. Oké, okay, man. Nee, nog één keer. Koning Willem-Alexander, hij heeft de meeste doekoe. In Spanje ben ik buiten... Ik zit er zo naast. In Spanje ben ik buitenlander, ik weet hoe Maxima zich voelt. Amalia... Wordt rijker, dat fixt de Belastingdienst. De blauwe brief ontwijk ik, maar de aanmaning niet. Wat teken? Wat teken, wat teken? Hij is wel lastig. Take, want... Ik wil hem even horen, ik wil hem even horen. Koning Willem Alexander, hij heeft de meeste doekoe. Ja, ik heb veel slechte dingen gehoord in mijn leven, maar dit is toch wel het toppunt. Nee, dit spant wel echt de kroon. Dit is echt dieptepunt. Maar eigenlijk hadden we nu als plan bedacht dat we met deze track 40.000 stemmen wilden gaan opvragen bij jullie kijkers met een linkje in de beschrijving. Want dan zouden jullie tekenen voor onze petitie om daadwerkelijk ook het volkslied te veranderen. Maar toen dachten wij en dan gaan we naar de Tweede Kamer en dan gaan we het voorleggen. En met 40.000 stemmen kan dat. Maar nu denken we daar opeens heel anders over. Ja, maar als jij ons ontzettend hard voor lul wil zetten, dat kan. Teken dan de petitie. Ja, we gaan er echt een oproepje doen, jongens. Ja, ik wil jou wel bij premier Rutte zien, hoor. Met je autotune. Als er serieus 40.000 stemmen komen, dan moeten we het doen. Ja. Doe jouw stem. Nee, dat doen we met z'n drieën. Dan bepaalt de kijker. Dat bepaalt nee, helemaal niet. Jij gaat ook. Ik kom er niet zo makkelijk vanaf. Tot volgende week. Later. Nou, je hoort het. Tekenen dus. Volgende week nemen we de Schwalbe onder de loep. Want is het eigenlijk mogelijk om in het dagelijks leven een fopduik te doen om daar je voordeel uit te halen? We kunnen dit niet met de verzekering oplossen. Ga je met jouw verzekering oplossen, vriend? Tot volgende week.